De stichting RUMAS heeft vanmorgen certificaten uitgereikt aan 10 jongens die het project Take Your Kans hebben doorlopen. Dit is onderdeel van het RUMAS leerwerktraject. Volgens directeur Emmy Hart is de stichting al 12 jaar bezig om jongens die de school vroegtijdig hebben verlaten, wederom te vormen. Het traject is begonnen met 30 jongens, maar die groep bleek te groot te zijn. Hart legt uit hoe het verder ging. Ons bivak gegaan en daar zijn ze 7 dagen gebleven. En daarna is die motivatiefase begonnen. En die motivatiefase, ik zie meneer Van Havenberg, is er nog niet, hij onderweg. Er zit iets niet goed, denk ik, maar hij komt. Wij hadden geld nodig. U denkt, het is een project, het is niet eenvoudig. Je hebt heel veel geld nodig om een project te draaien zoals het moet draaien. Het verschil bij RUMAS is, wanneer mensen in Suriname een project draaien in deze COVID-tijd en in deze economische vervelende tijd, dat je dat Iowa training, dat je uit een boy kan komen, bij actie mee eten af, van een boy ook komen, dat bus, want busje kost 17,50. Ik ben bijna gek geworden die meren, want busvoer, tanderij, ik kost 17,50. En als we optellen hoeveel bussen de jongens moeten pakken, dan wordt het 35 SRD. En dan ben je mamus vinden, Moni. Hart onderstreept dat de jongens bij het leerwerktraject technische vaardigheden worden aangeleerd, zoals lassen, elektra en gawasa. Toen zijn we naar 20 gegaan. 20 jonge mannen was te doen. Maar toen kwam COVID. En COVID zegt 10 jongens. We hebben gedacht, we gaan 12 trainen. Maar wij hadden besteld 10. En God heeft ons 10 jongens gegeven. En 10 geweldige jongens. Nog een echte applaus voor deze jongens. Bijna iedereen weet wat RUMAS doet. RUMAS doet een heleboel. We werken met jongens specifiek uit de gevangenis. We werken met jongens op hoeken van straten. En het mooiste is, mevrouw Becker is hoofd van het gezinshuis. Daar werken we met kleine jongens. Doe bij Bigoetak 14 jaar. 14 jaar. Wat merkten we op? Het ging niet. Maar morgen misschien word je ook 3. Dan ben ik 12 jaar. Nu zijn we bezig met jongens vanaf 10 jaar. Vanaf 10 jaar, ja. En die gaan naar het gezinsbegeleidingshuis, waar onze broeder Patrick, broeder Vroom, de begeleiding hebben. Het project heeft iets langer dan 3 maanden geduurd. RUMAS heeft sponsoring gekregen van onder andere de NV Havenbeheer Suriname.